En heren, welkom bij het spel Skippy. Je hebt een korte uitleg van onze gast hier. Ja, dames en heren, Skippy. Hey, we lachen er wel om, maar het is een fantastisch spel. Zoals je kan zien, is een hele andere... Je hebt eigenlijk wat je van nodig hebt, is een poeltafel. Paar real value. En natuurlijk, niet vergeten, een poolsteekje. Maar goed. Wat je nu voor je ziet, is eigenlijk de speelbal. Dat is de witte ding. En dan heb je hier ook nog de zwarte bal. Die is omringd door 3, 6 hele gekleurde ballen. Wat je hiervoor ziet, is dat dit is eigenlijk de pion die niet geraakt mag worden. En dit is een defense. Je moet ervoor zorgen dat die bal niet geraakt kan worden. Op volgende spelregels. Dat gaan we even uitleggen, joh. Daarnaast heb je tegenpartij. Hier heeft ook inderdaad eenzelfde soort opzet. Met ook inderdaad een paarse bal, nummer 4. En 6 halve gekleurde ballen eromheen. Ja, hier is een andere strategie. Ik denk dus dat ik op deze manier zijn nummer 4 gekleurde bal kan beschermen. En wanneer je dus je gaat spelen, dan moet je dit bal pakken en moet je de lijn waar het stip in het midden staat, moet je aanhouden als speellijn. Dus alleen vanaf deze lijn mag de speler proberen een zwakke bal te raken, in dit geval vanuit mijn kant. En dan ga ik even proberen. En dan komen we zo weer bij je terug, want dan heb ik even een slok water nodig. Dus tot na de break. Break!